Ons klimaat verandert. Dat komt door de CO2 die we wereldwijd uitstoten. Maar er zijn oplossingen. Allereerst kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen en onze eigen CO2-uitstoot verminderen. Bij Colruyt Group hebben we al enorme stappen gezet. We kiezen consequent voor groene stroom, zetten in op duurzame koeling en verwarming en we werken verder aan de vergroening van ons transport. En al blijven we erop inzetten, zelfs de meest vooruitstrevende technologie heeft limieten. Toch is er nog een oplossing. Onze uitgestoten CO2 terug opnemen. Dankzij bomen. Bomen vormen de basis van een gezond ecosysteem. Als Colruyt Group nu 12 miljoen bomen plant, kunnen we vanaf 2030 meer CO2 opnemen dan we uitstoten. Alleen hebben we daar zo'n 10.000 hectare grond voor nodig. En in België is er niet voldoende plaats. Maar in Afrika wel. Daarom investeert Colruyt Group in het ambitieus plan van de Democratische Republiek van Congo. Zij willen 1 miljard extra bomen aanplanten, want een uitbreiding van het regenwoud heeft een nog grotere positieve impact op onze planeet. En een wereldwijd probleem vraagt om verenigde kracht. In nauwe samenwerking met de lokale bevolking starten we in 2022 massaal met planten. Zo wordt Colruyt Group klimaatneutraal en dragen we bij aan een beter milieu. Stap voor stap. Colruyt Groep.